Breda nu. Je weet het meteen. De tweede in een reeks van oefenwedstrijden voor het nieuwe seizoen speelde NAC tegen de Bredase amateurclub SAP. Op het complex aan de Ruitersboslaan werd het 8-0 voor NAC. Veel nieuw aangetrokken spelers maakten hun opwachting in het nieuwe groene uitshirt. En Van Haperen Dakbedekking, al jaren hoofdsponsor van NAC. Maandag was het laatst ook wereldnieuws dat wereldster DJ Chesto naar SAP kwam. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, dat Chesto natuurlijk meer aandacht krijgt als Van Haperen Dakbedekking, dat snappen we allemaal. Hè. Chesto is natuurlijk volgens mij wel de bekendste Bredaner die er bestaat momenteel. En daar zijn we super trots op, hè, dat zo iemand zijn naam wil verbinden aan de club. En dat hij dan nog daar bepaalde bijdragers aan doet. Ja, super trots, apetrots. Ja, zeker weten. En als SAP natuurlijk relatief een kleine club, maar als je ziet hoeveel mensen hier komen, wat een gezelligheid, wat een sfeer. Ja, dat moeten jullie toch trots maken, neem ik aan. Ja, zeker. Er zijn allerlei initiatieven gaande. Vorig jaar zijn we begonnen met een open dag. En dan zag je al dat er meer dan 45 vrijwilligers opstonden. Nou, voor een club met 350 leden is dat denk ik wel uniek. En nu zie je ook weer 1700 toeschouwers. Het gaat probleemloos. Je ziet mensen langs alle kanten zie je opstaan om vrijwillige taken op te pakken. Sponsors willen een bijdrage doen. Nou, we zijn echt super trots. En voor wie ben jij stiekem? Ben je ook voor NAC of toch een beetje stiekem voor jouw eigen clubje SAP? Toch wel eigen club, SAP. En volgend jaar gaat NAC de Eredivisie in. Ben jij ook een trouwe NAC-fan? Ja. Het is weekend, we mogen naar NAC. Geen kaart meer te krijgen, alweer volle bak. De spanning die stijgt als de wedstrijd begint. We schreeuwen het clublied, misschien dat NAC wint. We kijken de wedstrijd. Nou, het is nu rust, ik zie dat je lekker aan een frietje bent. Ja. NAC staat met 3-0 voor. Wat verwacht jij van de tweede helft? Ja, ik verwacht eigenlijk nog wel een paar goaltjes. Ik verwacht wel 7-0, 8-0, dat moet nog wel gaan lukken. Ja. Dus jij hebt er wel vertrouwen in voor NAC? Ja, zeker wel, ja. Ze hebben wel best wel een goed team nu, dus ja, ik heb wel vertrouwen in het komende seizoen. Ja, dus ze gaan het wel maken, denk je, komend seizoen? Ja, dat moet wel lukken. Ik verwacht wel misschien wel play-offs voor Europees voetbal, maar in ieder geval gaan ze niet degraderen. Ik spring voor NAC, jij springt voor NAC, wij springen allemaal voor NAC. Ik spring voor NAC, jij springt voor NAC, wij springen allemaal voor NAC. Ik spring voor NAC, jij springt voor NAC. Wij springen allemaal van NAC. Ik spring voor NAC, jij springt voor NAC. Wij springen allemaal van NAC. De wedstrijd die is zojuist afgelopen en NAC heeft afgetekend gewonnen met 8-0. SAP heeft helaas niet veel kunnen inbrengen, maar dat doet niks af aan de vreselijk gezellige avond. Dus als je hier de achtergrond ziet, vreselijk veel mensen, heel erg veel sfeer. En dat is mooi voor een clubje als SAP. Wij wensen SAP en NAC natuurlijk allebei vreselijk veel succes in de Eredivisie en in de vierde klasse. Wij hebben er alle vertrouwen in en bedankt voor deze mooie avond. Breda nu. Je weet het meteen.